Eén ding is duidelijk, Renze Klamer is geen favoriet van de mannen van vandaag een site. Hij is in die talkshow al eens genadeloos afgefakkeld. Hij kan helemaal niks, riep vaste gast Özkan Akyol daar. En Johan Derksen liet deze week nog weten dat hij de kersverse talkshowhost van RTL 4 heel erg gemaakt vindt. Hoe kijkt Wilfred Gené er tegenaan? Hij presenteert met vandaag een site de meest bekeken talkshow van Nederland en heeft er dus kijk op. Ik heb het nog niet een keer gezien. Echt nog niet een keer gezien. Ik zat een keer in een gesprek met de hockeydames van het WK, daar viel ik 10 minuten in, en toen was ik blij dat ik vakantie had. Dan barst hij in lachen uit voor de camera van de Telegraaf. Nee, nee, nee. Ik vind Renze een heel aardige gozer. Ik heb het programma nog niet kunnen beoordelen, dus ik weet het niet. Maar wat vond Wilfred dan van die 10 minuten die hij wel zag? Ik merk dan wel aan mezelf dat als ik heel even zit te zeppen, dat ik denk, ja, nu even niet, weet je wel. Het is redelijk zoals alle talkshows altijd gemaakt worden. Meer van hetzelfde dus. Je hebt een format met een soort leest waarop alles geschoeid is. Dat lijkt wel heel erg op elkaar allemaal. We gaan 8 minuten over het stikstofprobleem praten, dan 12 minuten over het gasprobleem in Groningen, de boeren komen voorbij en dan is het weer klaar. Dat probeer ik toch te voorkomen met ons programma. Wilfred wil graag onderscheidend zijn. Ik vind dat we anders zijn en dat vind ik belangrijk in een tijd als deze. Dat vind ik trouwens ook van Arjen Lubach. Die is ook anders. Het zal straks wel gedaan zijn met al die talkshows van inwisselbare types, denkt Wilfred. Het schijnt nu opeens heel hot te zijn dat je allemaal live tv moet maken en heel veel moet praten met elkaar. Dat zal over een jaar of twee, of misschien wel eerder, wel weer klaar te zijn. We'll be right back.
We'll be right back.